Speciaal voor alle mensen die nooit opgeven. Deze video is voor jullie. Ik zeg yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Ja, yeah. Welkom terug, vrienden. Daar zijn we weer. Yo, yo, yo. De solo money glitch, die heb ik als gepatcht gezet. Die heb ik eergisteren geüpload, gepatcht gezet. Want hij is gewoon niet aan de praat te krijgen. Dat komt omdat te veel mensen hem doen. Maar ik heb wat tips, ik heb wat trucs voor de diehards. De mensen die maar blijven proberen. We gaan hem gewoon nog een keertje helemaal voordoen met tips en trucs. En wat hebben we allemaal nodig? We hebben nodig een CEO office. We hebben een nachtclub nodig. En in onze nachtclub een volle garage. Maakt niet uit welke garage het is. Hij moet vol zitten en er moet een auto bij staan die jij kan opofferen voor deze glitch. We hebben een bunker nodig met een MOC. En achterin onze MOC moet een personal vehicle storage zitten. En achterin die personal vehicle storage zet je de auto die we gaan dupliceren. Hey, in dit geval mijn nieuwe zeeegeltje. Mijn allerliefste kleine lieve zeeegeltje. Ja, klein van stuk, maar groot van centen, want hij levert heel veel geld op. Dus dit is de auto die ik ga dupliceren, jongens. Oké, we hebben hem achter in onze MOC gezet en vervolgens rijden we hem naar buiten in de bunker. En in de bunker, daar gaan we hem laten staan. Dus zet hem zo, uppakee, in de bunker, laat hem lekker staan. Maakt niet uit, flikker hem maar in. Oké. Nu gaan we het volgende laten zien. We zitten in opties. We hebben wij de matchmaking closed staan. Matchmaking staat dicht, closed. En wij hebben een free aim sessie te pakken. We zitten in een publieke free aim sessie. Kijk, hier zie je, ik zit in free aim. En dat doe je van tevoren al. Hè. Dat doe je in story mode. Stel je eigen op free aim in. En als je op free aim bent, in story mode kan je dat namelijk selecteren. Vervolgens ga je dan naar online. Dan zit je in een free aim sessie. Ik ga even een game save forcen. Dat doe ik door even mijn kleding te veranderen. Dan krijg ik zo dadelijk een oranje loading circle of saving circle onderin. Ja. En dan ga ik de glitch beginnen. Jongens, deze glitch mag je geen persoonlijke voertuig buiten op straat hebben staan. Je moet dus naar de CEO-garage, maar ja, dat kan dus niet met een persoonlijk voertuig. Dat kan dus wel met een CEO-voertuig. Daarom ben ik CEO en heb ik de Buzzard opgevraagd. En met die Buzzard gaan we naar onze CEO-officer. Dat is het eigenlijk. Als je een straatauto wil gebruiken, is het ook prima. Maar goed, de meeste bunkers liggen nogal een stukje af. Hey, wat doen die gasten daar? Eens even kijken, die vertrouw ik niet. Ja, eerst schieten. En daarna vragen. Laten we dat maar doen. Ja, ja, ik heb het mezelf maar de voordeel van de twijfel gegeven. Je weet het niet, hè. Moeten ze maar niet in mijn buurt komen. Yo, ik zit dus in een solo, in een publieke sessie, zoals je ziet. Het is een free aim sessie. En we gaan naar onze CEO office toe. Waar wil ik het even met jullie over hebben? Nu we toch aan het vliegen zijn. We willen het met jullie hebben over dat het steeds mislukt. De glitch aan zich, die werkte fantastisch, totdat iedereen de lucht van kreeg. En nu zit iedereen die jobs te doen en lukt het dus gewoon niet meer om die glitch voor elkaar te krijgen. Dat is het grote probleem van deze glitch, is dat te veel mensen hem aan het doen zijn. Als je hem 's morgens vroeg zou doen, voordat de Amerikanen wakker zijn eigenlijk, dan maak je nog meer kans. Maar als die Amerikanen wakker zijn en die spelen echt heel veel GTA, hoor. Dan gaat het gewoon niet goed. Je wordt steeds in de job gezogen voordat jij ook maar de kans krijgt om in je computer te kruipen. Heel vervelend, heel vervelend. Daarom heb ik de volgende tips voor jullie. Ga een free aim sessie opstarten. Dus ga naar een publieke free aim. Dat scheelt sowieso al. Dus in free aim heb je sowieso al minder jobs die bezet zijn. Dus free aim werkt. En we gaan een andere job doen. We gaan niet meer darten. We gaan ook niet tennissen. Dat zijn namelijk allemaal twee player jobs. En die zitten natuurlijk heel snel vol. We kunnen wel eventueel golf gebruiken. Maar we zijn nog meer opties. Hè? Dus ik zal eens even met jullie naar de computer lopen. Zullen we eens even rustig kijken welke job we gaan doen. Als een job nu vol loopt, kan je er beter uitgaan en opnieuw een andere quick job joinen. Hey, activiteiten.
gebruik nu eens golf. Je kan het proberen. Golf, ze doen namelijk 4 spelers aan mee, dus dan heb je de kans groter dat je die krijgt. We accepteren Quick Job, golf. We gaan op de stoel zitten, we klikken op rechts. En dan proberen we in de computer in te loggen. Nou, laat maar. Ik hoor al dat er mensen aan het joinen zijn. Nee, ik ga gauw weer van mijn stoel opstaan en ik trek mijn telefoon omhoog. Ik ga gauw weer naar Quick Jobs. Oké, Quick Jobs. Daar, kijk, dan ben ik dus uit die job gesprongen. Ik ga nog een keer. Ik ga een andere proberen. Ik ga iets anders doen. Iets wat rustigers is. Geen activiteiten. Wat kan ik doen? Parachute kan ik springen. Capture kan ik doen. Versus missie. Nou, laat ik eens een capture proberen. Oké. Gaan we zitten. Dan gaan we inloggen. Even kijken. Inloggen. Login. Ah, nee, laat maar. Ik hoor ze alweer. Stop maar. Gauw eruit. Zo snel van opstaan. Telefoon omhoog. Play Quick Job inklikken. Joop. Dan zijn we weer veilig. Als de gasten al in die job zitten, heeft het geen zin, jongens. We moeten echt een hele rustige job zien te vinden. Wat zullen we nou eens proberen? Even kijken hoor. Lamar. Hey, dat is misschien wel een goeie. Races, nee. Deathmatch, nee. Dat zijn ze ook al veel doen. Lamar, we gaan een Lamar-missie doen. Ha, wie speelt er nou in godsnaam Lamar? Oké, gauw zitten, rechtsklikken, inloggen. Loggen we in de computer. Oké. Tik. Niet kijken naar mijn wachtwoord. Log in. Special vehicle missie. En dan wachten we tot we de pliep horen. Maar die hoor ik niet. Nou, weet je wat? Klikken gewoon maar op confirm. Kan mij uitschelen. Confirm. Voordat we de... Hé, hey, en nu hoorde ik de pliep. Dus confirm voordat ik de pliep hoor. En dan gaan we gewoon lekker zitten wachten. We doen het gewoon eens andersom. Normaal zaten we te wachten tot je de pliep hoorde. En deed je daarna confirm. Ik denk van, nou, weet je, we doen het gewoon eens andersom. We doen het gewoon andersom. Eerst klikken en dan wachten. Oh, en hopelijk heb je dan een piep. Soms geeft hij ook wel eens de melding dat hij geen job kan vinden. Dan kan je vervolgens op rondje klikken om zelf een job te hosten. Maar dan kan je beter op kruisje klikken door een nieuwe job te zoeken. Dus dat gebeurt ook wel eens. Dan krijg je een zwart scherm dat er geen job gevonden is. Klik gewoon op kruisje, gaat hij een andere job zoeken. Dat werkt ook. We staan op. Eindelijk, we staan op. Oké, wat gaan we nu doen? Als we hebben opgestaan, kunnen we op rechts klikken. Kunnen we opstaan. We krijgen niet meer dat zwarte scherm. Dat maakt ook mij ook geen flikker uit. Ik kan opstaan. Ik ren zo snel als dat ik kan. Hier zo naar de assistenten. Hallo. Dan doe ik mijn telefoon omhoog. Dan ga ik naar Quick Jobs. Dan word ik onzichtbaar. Dan doe ik een recente activiteit starten. Waarbij staat start GT Online. Dan kom ik terug in de sessie. Dan krijg ik de zwarte alert scheme en die cancel ik. Die klik ik op nee. Vervolgens kan ik menu in bij de assistenten. En dan vraag ik bij Pegasus een helikopter aan. Het zijn de stappen zoals ze al waren. Dus ja, ik kan er makkelijker en sneller doorheen misschien. En nu moeten we naar onze nachtclub toe. We hebben geen minimap. De wereld is een beetje glitchy. Probeer zo snel mogelijk bij jouw nachtclub te komen. Je hebt ongeveer 2 minuten de tijd en dan krijg je een time-out. Dus binnen 2 minuten, nou, dat lukt meestal wel, 1,5 à 2 minuten, dan kan je echt wel bij je nachtclub zijn. Dan loop je de nachtclub garage in die vol zit, dus de volle nachtclub garage. En dan stap je in de auto en dan geef je gas en dan word je uit je auto gekikt. En dan ga je zitten wachten op de time-out alert. Dus dit is de glitch, hij werkt nog steeds. Kijk, ik zie nog steeds geen minimap terugkomen. Oh. Je moet ook niet doodgaan, Daddy. Als je doodgaat, gaat de glitch ook mislukken. Even kijken, hier zo gaan we landen. Dit is de achteringang van mijn nachtclub. Ah ja, pleur maar niet. Maakt het uit. Snel in die cirkel gestaan. Hier zo. Je staat in de cirkel. En dan kiezen we voor de volle basement level. En dat is bij mij 2. Die staat helemaal vol met gratis elkies. Dus dat is een auto die ga ik ook offeren. Dus zo snel mogelijk naar je autootje rennen. In een autootje springen die je gaat opgeven. Instappen, starten, gas geven. Bam, alles gaat weg. Zie je, alles om me heen is weg. Zo, even een diepe zucht, jongens. Het is gelukt. We gaan zitten wachten op de time-out melding. Deze glitch gaat echt vaker fout dan dat hij goed gaat. Ja, echt waar. Dit is echt een KUT glitch. Maar hij werkt wel. Hij is zo onstabiel als de pest. Maar hij werkt wel. Nu wachten we alleen nog even. Als het goed is, krijgen we zo dadelijk een time-out alert. Eens even kijken wanneer die zo dadelijk komt. En als je de... Ja, daar is die. Time-out alert accepteert.
dan word je vanzelf zo dadelijk uit je nachtclub gekikt. Ja, dat gaat hier gebeuren. Zwart scherm, word je uit de nachtclub gekikt. Dan kom je bij iemand anders, een nachtclub. Een of andere nachtclub kom je uit. Dus even kijken waar we nu weer uitkomen. Ik heb al verschillende locaties gehad waar je naar buiten wordt gespond. Dit duurt soms eventjes voordat je naar buiten wordt gekikt. Hier zitten we bij La Mesa, daar zo. Oké, hier gaan we weer een CEO bussentop vragen. We mogen nog steeds geen persoonlijke voertuigen gebruiken. Anders dan verdwijnt onze lieve stekelvarkentje, die verdwijnt dan uit de bunker. Dus die blijft alleen maar staan op het moment dat je geen persoonlijk voertuig hebt. Dus zonder persoonlijk voertuig gaan we onze weg terugvinden naar de bunker. Lachen man, hij doet het nog. Kijk, we zitten in een redelijk rustige publieke free aim sessie. Dus dat valt op zich mee. Prima. Nou, helemaal goed. Dus die kunnen we lekker in glitchen. Hij werkt dus nog. Het enige wat het is, je moet een rustige activiteit zien te vinden. Een rustige activiteit in joint. En iedereen zit op dit moment die glitch te doen. Nou, niet iedereen, maar heel veel mensen die proberen die glitch. En dan zou je dus merken dat je wordt je gewoon rechtstreeks in de job gezogen en dan mislukt die. En dan moet je alle stappen weer opnieuw doen. Het is heel vervelend. Het is echt een glitch die niet constant is. Kan daar ook helemaal niks aan veranderen. Ja, de enige stappen die je kan doen is ga in free aim zitten. Probeer een job te joinen die normaal gesproken niet al te veel mensen spelen. En ik doe het omgekeerde psychologie. Dus dan druk ik eerst op confirm van de job. Dus dan begin ik al met die special vehicle work. Begin ik al voordat ik de pleep heb gehoord. Je moet het maar gewoon even proberen. Wat voor jou werkt. Maakt niet uit. Als het voor jou op een andere manier wel werkt. Lekker op een andere manier doen. Werkt het voor jou niet. Nou, probeer het eens een keer. Ja? Probeer gewoon eens een keer een andere stap. Ja, en denk je van, joh, ik heb vrienden zat. Doe die andere glitch. Die glitch die ik vanmiddag heb geüpload, zaterdagmiddag heb geüpload. Die werkt ook goed. Die werkt echt veel beter. Eigenlijk werkt die veel beter als deze. Maar ja, die is niet solo. En een hoop mensen hebben daar moeite mee. Die zeggen, ja, daddy, doe solo. Ik doe altijd solo glitches. Maar nu beginnen ze in één keer van, doe solo. Ja, doe ik ook. Maar ik heb ook een keer eentje met een vriend geüpload, ja. Oké, de Easy staat er nog, wel een beetje op een andere plek. Maar ja, boeien. Er zal wel iemand anders in zijn, zal ook wel een glitchje geweest zijn. Wat gaan we doen? Dit is heel belangrijk, jongens, vergeet het niet. We stappen in de auto en we stappen weer uit de auto. Als er op de auto een kenteken zit, dan zal je zien dat het kenteken verandert. Vervolgens loop je te voet die MOC binnen. Als je in je MOC achterin komt, zal het blijken dat er geen auto staat. Zie je dat? Er staat geen auto. Loop vervolgens weer naar buiten. Loop weer terug naar je auto die je aan het dupliceren bent. Ik zeg dus de Issy, maar dat mag ook je retro custom zijn. Of welke auto je ook maar wilt dupliceren. Die ga jij vervolgens weer ophalen. Even kijken, gaan we weer terug naartoe. En dan rijden we hem in onze MOC. En op dat moment is je auto gesaved. Nu nog niet, maar pas als die in je MOC is gezet, zo dadelijk is die gesaved. Je moet hem echt even erin en eruit stappen en daarna je MOC met de voet inlopen. Ik heb het andersom geprobeerd. Gaat niet werken. Kan je melden? Gaat echt niet werken. Hij zegt de personal vehicle storage is full. Dat klopt, want onze originele Izzy staat nog achterin. Die wordt op dit moment naar de nachtclub gedrukt. En hier komen wij dan met onze duplicatie. Dus dit is de duplicatie. De originele staat op dit moment in de nachtclub. Dus die zijn gewoon gewisseld van plek. Mooi man. Hey, duplicatie is gelukt. Yo. We gaan eens even kijken. We gaan eens even kijken wat die voor verkoopt. Ik vind het wel interessant. Want dit AC, dat is onze nieuwe Elkie Retro Custom. De Elkie Retro Custom, die altijd verkocht voor 1 miljoen. Onze goede oude vriend. Gaan we binnenkort helemaal afscheid van nemen. Straks zie je iedereen nog met zo'n autootje rijden. En als je iemand met zo'n autootje ziet rijden naar de custom shop, nou dan weet jij genoeg. Die gaat zijn auto verkopen, let maar op. Oké, we gaan hierin eens even kijken. Mechanic, ik zal even laten zien dat in de, hoe heet het, de nachtclub garage, de tweede etage van de nachtclub garage, B2,
Daar staat onze originele Issy. Hier zo. De Future Shock Issy. Dat is hem. Dat is hij. Dat is hij. Ja, dat is hij zeker. Oké, ik wil even ook van dat blurry screen af. Dus dat, dat vage scherm. Dat is heel makkelijk. Je doet gewoon even een Rockstar Created job joinen. Een missie of een race of weet ik veel. Maakt niet uit. Even starten. Vervolgens gelijk weer terug eruit. Oké, terug eruit. En dan kom je weer terug op de map. En dan is alles weer kraakhelder. I can see clearly now. The fog is gone. I can see all obstacles in my way. We gaan hem verkopen, jongens. Yo, we gaan hem verkopen. Oké, daar gaan we. Naar de custom shop. Rapapapa, rapapapa. Eens even kijken. Oh, ik ga hem eerst even repareren. En dan gaan we hem verkopen. Waar verkoopt deze auto voor? Die is hier verkoopt voor. Yo, 1,7 miljoen. Oftewel, 1.787.000 GTA dollars. Wat een geld. Wat een geld. Belachelijk. Ik ben heel blij dat deze glitch nog werkt. Ik ga er geen ondersteuning aan geven, want het is gewoon een KUT glitch. Maar hij werkt wel. Je moet alleen fucking veel geluk hebben. Ja, zo is het. Dus geen ondersteuning, maar hij werkt wel. Daar laat ik het bij. Ik zeg Daddy Cool, gaat gauw aan zijn kerstmaaltijd. Ja, Daddy Cool, zei ik ook. Tot de volgende gasten. Yo!